De Nationale Rekenkamers van Nederland en Suriname hebben een MOU getekend voor samenwerking en kennis- en expertise-uitwisseling. De samenwerking loopt tot en met 2025 en wordt gefinancierd uit het Macandra-programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Rekenkamer van Suriname beoogt om naast hun reguliere onderzoek naar de rechtmatigheid van uitgaven en inkomsten onderzoek te doen naar de resultaten van beleid voor burgers en bedrijven. Een bestuurlijke delegatie van de Rekenkamer van Suriname bracht van 3 tot en met 6 oktober een bezoek aan Den Haag, Nederland. De PAHO en het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek lanceerden gisteren de eerste editie van de Latijns-Amerikaanse en Caribische Code tegen kanker. De nieuwe code is bedoeld om kanker in de regio te helpen verminderen door aanbevelingen te doen op basis van het meest recente wetenschappelijke bewijs. De code werd in de hele regio gelanceerd tijdens een virtueel evenement georganiseerd door PAHO en IARC. De code omvat een reeks van 17 aanbevelingen die uniek zijn afgestemd op de sociaal-economische en culturele context van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Vandalen hebben in de afgelopen nacht vernielingen aangebracht bij de toilettengroep De Uitkijk, waarbij door onverantwoordelijke lieden naamborden zijn beschadigd en 2 kranen en een koperen buis van ongeveer 1,5 meter zijn meegenomen. De politie is reeds ingeschakeld. De districtscommissaris van Saramaka, Sherin Bansi Durga, doet een beroep op de samenleving om zulks gedrag achterwege te laten en in geval van informatie dit door te spelen aan de politie van Yarikaba.